2050 moet er in Nederland een volledig circulaire economie gaan draaien, waarin fossiele grondstoffen worden vervangen door hernieuwbare of recyclebare materialen. Nou, het lectoraat Duurzame Kunststoffen gaat volledig inzetten op biogebaseerde materialen en duurzame productieprocessen. Het lectoraat Duurzame Kunststoffen houdt zich bezig met 4 kernthema's: biopolymeren, biocomposieten, 3D-printing en sustainable fibers. Lectoren en onderzoekers werken vol passie samen met studenten en bedrijven aan praktijkgerichte thema's om kennis te ontwikkelen en onderwijs te vernieuwen. Samen met hen doen we praktijkgericht onderzoek. Zo ontwikkelen we bijvoorbeeld nieuwe recepturen voor polymeren die chemisch te recyclen zijn. Ontwikkelen we nieuwe composieten op basis van natuurlijke vezels. En doen we onderzoek naar de biodegradeerbaarheid van polymeren. Daarnaast is het lectoraat betrokken bij verschillende minoren voor studenten in het binnen- en buitenland. Een volledig circulaire economie met een gesloten kunststofkringloop, daar zet het lectoraat Duurzame Kunststoffen zich voor in.